Ja, vrienden, wij zijn het dus niet met elkaar eens. Jullie en ik. Nee, want de meeste van jullie, die zijn blij met Dick Schoof. Ja, hoe is het mogelijk? Maar dat is wel zo. Ja, want jullie vinden dat, hij moet maar een kans krijgen. En het voordeel van de twijfel. Ja, sinds wanneer hebben we dat? Het voordeel van de twijfel. Bij een minister-president, hè, dus de baas van Nederland. Die moeten gelijk staan, vrienden. Dan gaan we toch niet eventjes kijken van hoe het een beetje gaat. Maar kennelijk wel. Iedereen is zo blij dat er nu eindelijk een naam is genoemd. En hier moeten we het dan maar mee doen. Ja, maar dat kan toch. De lat gaat zo laag, vrienden, nu. Ja, we zijn politiek aan het limbo dansen. Dat kan toch niet. Iedereen mag dan kennelijk maar minister-president worden in Nederland. Ja. En luister eens even goed. Het is een ambtenaar, hè? Ja, een ambtenaar. Ja, altijd in vaste dienst geweest. Ja, nooit risico's genomen in het leven. Lekker makkelijk. Vaste baan. Beetje in de schaduw. Tweede viool. Klopt ook, want het staat bij de beschrijving ambtenaar is ondergeschikte in dienst van de overheid. Tweede viool. En hij is tweede viool. Ja, onze Dick. En dan denk ik, blijf ook tweede viool. En nu wordt hij ineens op het schild gehezen door de omstandigheden. En roept iedereen, ja, hier zijn we blij mee. Vrienden, dan zijn we toch, dan gaat de lat toch zo verschrikkelijk omlaag. Is Dick de man die ons gaat toespreken, geruststellend gaat toespreken vanuit het torentje als er zich een ramp voltrekt? Dat is toch Dick niet? Hou op zeg! Kom nou! Ik bedoel, ze zeggen hij was derde keus. Hij is geen derde keus. Hij is misschien wel 30ste of 40ste keus. Ja, waarom komt er niet gewoon een grote baas, een CEO? Ja, van Coolblue of Randstad of Albert Heijn. Waarom nemen ze dat soort mensen niet en zetten we die in het torentje dan? Nee, die kunnen we niet betalen. Ja, dat begrijp ik, ja. En dan komen we natuurlijk uit. Ja, bij Dick. Ja, het is. Heb je Dick in de persconferentie gezien? Vrienden, ja, ze staat aan het hakkelen. Die ziet een paar camera's en verslaggevers en raakt helemaal in de stress. Ja, en dat moet dan ons land gaan leiden. Ach, wat een intense armoe. Die Dick die heeft echt de uitstraling, vrienden. Dat kun je zien, de persoonlijkheid. Ja, van een koffiefilter. Dat kan. En daar moeten wij het dan mee doen. Die moet dan. Wij willen niet Timmermans in het torentje. Nee, dat willen we absoluut niet. Maar ook geen ambtenaar. Nee, ook helemaal niet. Nee, dat wil ik niet, nee. Want is hij dan de creatieve geest die ons bij de arm en de hand gaat nemen en ons door de moeilijke tijden gaat leiden? Nee toch, dat geloof je toch niet? Nee, dus, oh vrienden, dan moeten we het maar oneens blijven. Dan blijven jullie maar juichen. En tevreden zijn met Dick. Ik niet.